Bram Moskovits lijkt haast te bezwijken bij de aanblik van John de Bevers voeten, een onverwachte verschijning die hem rillingen bezorgt tijdens een uitzending van Show News. Hij laat zich ontvallen, had je me niet even kunnen waarschuwen? Het is een zeldzaam schouwspel, want doorgaans blijven de voeten van bekende Nederlanders keurig verborgen achter sokken en schoeisel wanneer de camera's draaien. De crew van Show News werd dan ook onaangenaam verrast toen ze een kijkje namen in het huis van John de Bever en hem aantroffen op blote voeten. Een gezwollen enkel deed hem zelfs huiveren bij het idee van schoeisel. John toont welwillend zijn gezwollen enkel aan de camera, maar de kijker krijgt daarbij een ongecensureerd zicht op tien tenen die duidelijk wat te verduren hebben gehad. Guido Den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, verslikte zich bijna in zijn koffie toen hij dit tafereel aanschouwde. Een korte update over John's enkel bracht dezelfde tenen gisteren opnieuw in beeld, waardoor de ophef nog niet was geluwd. Bart Ettenkoven, kenner van het showbizwereldje onthult dat de voeten van John behoorlijk wat reacties hebben losgemaakt bij het kijkerspubliek. We hebben talloze reacties ontvangen over de voeten van John. Mensen vroegen zich af. Bram Moskovits valt hem met een afkeurende blik in de reden, "Had je me niet even kunnen waarschuwen?" Uiteindelijk heeft John de dokter geraadpleegd die concludeerde dat er een scheurtje zit in zijn middenvoetsbeentje. Gelukkig ontspringt hij het gips, maar niet de aandacht van het publiek. Tot slot merkt Tosca Ragas op de afspraak met de pedicure staat gepland. Met een extra cameraploeg erbij lijkt de pedicure zich plotseling in een aflevering van vier factor te bevinden. Een onverwachte wending in het leven van John de Bever, die de kijkers enigszins geschokt achterlaat.